Dan gaat jullie wel uit en dan gaan verbouwen. Kijk, de reden waarom wij zo fanatiek waren of zijn, ja, omdat er bijna niet zulke soort huizen op de markt komen. Heel weinig. Ja, precies, ja, daarom. Nou, jij gaat maar heel veel naar boven toe, Harm. Dat zei ik toch. Ben je een rondje bij de arm? Nou, het is wel een steile trap inderdaad. Heel is prima, joh. Kijk, man. Hier zit natuurlijk wel ietsjes ruimte tussen, maar dat gaat dus niet om meters. Nee, kijk hier. Ik kan hier prima lopen, hoor. Ja, precies. Als je weet, ja, maar als je weet dat het gaat, dan is dat geen probleem. Dat staat je op je hartjes niet. Nee, dat is waar. Houten kozijntjes, dubbele beglazing, uitzetraampjes is enkel glas, ja, maar die zijn aan vervanging toe. Ja, dat is geen probleem. Ja. Verduurzamen dus. Ja. Ja. Voor de rest... Houten kozijnen. Ja. Maar ik vind meer hoe duur het is, maar anders laat je ook vervallen. En je kan stappen erin zetten. Je moet toch een verbouwing aan de gang, dus dan kun je net zo goed kijken of hier kunststof overal in kan. Ja, precies, voor die ramen die gewoon open kunnen. Ja, ja. En dan kun je ook zo die klapstand van een plaatsen. Ja, precies. En dan kun je eventueel nog zeggen van triple glas erin. Ja, 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 voor het geluid. Voor het geluid realiseren. Dat heb ik thuis ook. Ja. Zit met mij schuin beneden in de garage. Er gaat wel een flinke verbouwing. Er gaat wel het einde dan nog verbouwd worden. Wat vind jij van het stuk? Er moet gewoon heel veel gedaan worden. Ja. Zo simpel is het gewoon. Kan er allemaal uit. Kijk, hier komt in principe, hier had ik een beetje de keuken bedacht, zeg maar. Ja. Nou, dat kan maar prima. Maar dan kan je dit, als het goed is, kan je dit eruit. Ja, kan er allemaal uit. Ja. Heeft niks geen functie. Nee, precies. Boos geweest. Scheelt een, ja, maar ik bedoel, dat hele stuk scheelt gewoon een keukenkastje, ja, weet je. Ja. Ik bedoel, dat hele... Ja, dit is meer dan een keukenkastje. Dus meer een gipsplaatje is al 60. Ja. En dit zit op 1,5. Oh, dat bedoel ik. En als je dan gewoon zo'n keukentje maakt, zo. Ik bedoel, ik heb niet heel veel nodig. Ja. Dan kan het prima. Dan heb je nog daglicht ook. Ja, nee, dat is zeker waar. Ja. Ja, dit wordt mijn slaapkamer, dat is duidelijk. Ja. En dan deze is iets kleiner. Ja, dat is meer een bergruimte, omdat je hier gezond hebt. Ja, ja, ja. Een bergruimte. En die deur waar je nou voor staat, is een doucheruimte. Dit gedeelte, naar mijn idee. Er zit één cv-ketel in voor het hele huis, hè? Ja. Kijk eens. Ja, ja, ga er maar in. Die buizen die lopen daar. Hier zo achter zit is die badkamer van. Hoe is dat even verzonnen? Ja, douche. Dus. Nee, dit wordt de badkamer. Ja, nou, ik zou mijn visie zou zijn. Alles eruit tikken en opnieuw alles indelen. Ja. En daar een mooie ruime badkamer met toilet maken. Maar er komt ook een deur aan de achterkant. Ja. Er komt een zwevend terras, zeg maar, boven het dak van de garage. Komt gewoon een zwevend terras, zeg maar, dus die aan de gevel vast zit. Ja. En dan met palen in de tuin. Zodat hij het dak van de garage, zeg maar, niet raakt. Dat blijft gewoon zijn functie houden. En dan gewoon een terras met een trap naar beneden de tuin in. Dus, ja. Is dat belast. En dan hebben we hier in principe de badkamer, zeg maar. Wat? Spreek even nog even zien. Ah, ja. Kijk, dat is het voordeel. Dat is het voordeel dat alles eruit kan. Ja. Zoals ik mag uitbreken zonder dat het huis instort. Ja. Ja. Kast, voor je man naar. Ja. Jullie wonen nou in Zoetermeer. Zoetermeer. Ja. En wij willen dus dit huis. Ja. Wat doen jullie voor de werk? Beveiliging. Oh, allemaal. Ja. We hebben in principe al werk ook. We hebben ook al werk extra. Okay. Dus, ja, beveiliging mijn... in de zin van? Mobiele surveillance. Jens Security. Ja. Ja, ja, oké. Okay. Objectbeveiliging, mobiele surveillance. Legion Security, als dat soort dingen. Dus, oké. Wacht even. Daar zit het. Ja, ja, ik had hem gezien inderdaad. Ja. Ja. Maar goed, die ga ik niet gebruiken. Ja. Nee. Ja, voor nooduitgang of zo. Nee, dat hier komt de badkamer dus. Ja. Nou, je hebt zelfs nog een opbergruimte, nog als extra erbij. Ja. Dus, ja. Nou, dit is jouw ruimte dan. Nee, spannend wat grap inderdaad. Ja, mij zou je niet zo heel veel denk ik naar boven zien. Ook met die trap die kun je weer veranderen, hè? Ja. Ja, weet ik. Maak wel liefje. Nee, ik heb de wenteltrap doen, zo. Dus, nee, ik kom ja, dat zou je zelf nog wel misschien. Maar ja, je weet het niet misschien.
familie van. Heb ik beneden kijken. Ja. Kijk even die achterste kamers. Ja. Oh jee, hier gaat. Ik ga stoppen. Noodverlichtingen. Een stuk noodverlichtingen, ja. Een bouwlamp, hè. Handig. Gaat u voor? Ja, ik ga mijn best doen. Ja, maar deze laat ik niet meer hoor. Ik ga alvast oefenen. Hoe rustig aan? Ja, hoe rustig aan. Ik vind het wel van. Wat een hoofdcollectie, deze. Poppelgoed, joh. Nou, deze gaat dan in principe gewoon dicht. Tenminste, hij kan dan wel open, maar ik bedoel, in de privacy blijft hij gewoon even dicht. We hebben dit gedeeld, ik heb dat. Ja. Hier hebben we dan eenmaal een metergast in. Ah ja. Ja. Oh, dus, hier kan je kent de. Dat is een digitale meter al. Met je kastjes. Dat is mooi. Want we willen wat zonnepanelen waarschijnlijk neergezetten. Dus dan kunnen we terugleveren. Wat? Een digitale meter. Oh. Als je een digitale meter hebt, dan kan je terugleveren. Wat is die? Als je een digitale meter kan je terugleveren aan het net. Ja, maar goed, dat gaat er wel vanaf, hè? Dat salderen. Ja, oké, okay, maar als je zonnepanelen neerzet, dan. Ja, past dat goed. Ja. Ik loop nog even naar achter. Hoi. Zo, stop. Ja. Het mag wel gelucht worden. Maar je hebt hier aan de achterkant heb je 3 mega grote kamers. Ja. Dus daar kan je werken, opslaan. Ja. We kunnen zelfs, als we zouden willen, zeg maar. Je hebt hier natuurlijk dat hockey, ja. Richting de garage, zeg maar. Ja, ik ben nog niet geweest. Ik ben eerst gekomen. Ik ga eerst in de deurkant op. Ik wilde eerst even foto's. Ja. Dus kijk. Deze foto's, kijk hier. Oh. Kijk hoe groot dat is. Zo de tering. Sorry, er komt geen eind aan, joh. Man. Dat zeg ik, je kan niet werken, opslaan, wat heb ik allemaal? Ja, ik wil dit ook. Ja. Wat?
Schrijft het vis dan nog in zit? Ja. Oh, ja. Nou. En dan wil jij hierachter, wil jij dan een balkon maken? Ja, zo. Nou ja, dat wordt wel een heel groot balkon hoor, dan zie ik. Maar, ik wil zeggen. Dat kan ik in principe wel doen. In principe geen rol uit. Zolang als dat de winter maar lang genoeg zijn. Ja, dan heb je wel een hoge spanning nodig. Ja. Ja, dat zeg ik. En je moet ankers aan de gevel vast kunnen maken. Hè? Dus als je niet bij de gevel kan, dan heb je ook pech. Ja. Ja. Maar ja, ik moet toch een manier zien te verzinnen om veilig beneden te komen op het moment dat er wat is. Aan één trappetje heb je niet genoeg. Nee, je moet een vlucht hebben. Ja, daarom dus. Nou weet ik niet hoe stevig het dak is, maar... Ja, dit zijn geïsoleerde sandwichpanelen wat hier op zit. Het is natuurlijk niet berekend en gebouwd dat er wat opgebouwd gaat worden. Nee, precies. Maar je zult er wel op kunnen lopen, maar niet voor dagelijks gebruik. Nee. Nee, precies. Kijk, als we nou gewoon een twee stenen, ik begrijp überhaupt niet waarom ze het schuin hebben gebouwd, maar we zouden er net zo goed gewoon een plat dakje van kunnen maken. Ja, maar voor de rest een beetje afschot. Ja, voor de afschot. Ja. Ze hebben hier toch wel een lokaal krantje, of niet? Een lokaal? Lokaal krantje? Ja. Als je tegen iemand zegt in het lokale krantje van joh, kom een vis even gratis halen. Geen enkel probleem. Vandaag wordt morgen weg. Ja, dat dacht ik al. Ja, ja. Maar dat is prima. Ik heb helemaal niks met vis. Ik eet het zelfs niet. Ja, alleen kibbeling en vissticks. Ja, precies. Ja, dat komt het niet bij mij hoor. En dan gaan we maar eens proberen om te kijken of we dat in ere kunnen herstellen. Ja. Dat lijkt me wel leuk. Hé, hey, maar luister eens, eventjes, even concreet. Hè. Ik bedoel, we blijven natuurlijk niet op de studiëten met heen en weer rijden. Ja, wij willen in principe gewoon een concreet bod neerleggen. Als je het niet heel erg vindt, we hebben het geld in principe al geregeld. Ja. Dat kunnen we aantonen met een e-mail van de hypotheker. Dus het is in principe al, ik kan het kruiken. Alleen de handtekening hoeft er nog maar gezet te worden, zeg maar. Mm-hmm. Ja, en ook wat dat gezeur met die corona, dat soort dingen. Heb je kans dat je misschien niet eens meer bezichtigingen mag doen? Bezichtigingen mogen nog wel, ja, maar gaat ook door, maar... Wordt wel lastig misschien? Misschien hebben we, ja. We hebben nog niet lastig gehad, dus... Nee, oké, okay, maar ja. Onder 2 jaar. Ik bedoel, wij willen op een gegeven moment ook gewoon een antwoord. We hebben in principe al zo goed als werk. Ja, die aanzegging hebben we al, toezegging hebben we al. Ik bedoel, we hoeven alleen nog maar met onze diploma te komen en een pasfoto. En dan krijgen we gewoon een pas, kunnen we werken. En die man zegt, ik heb niks aan. Ja. Dus dat is het probleem niet. Alleen naar het huis nog. Ja. Dus we willen eigenlijk gewoon een bod inleggen. Ja. Maar niet dat we eigenlijk nog tot volgende week moeten wachten tot het volgende clubje komt. Nou ja, dat is waar er misschien er een bij zit die zegt van, hey, ik vind het wel leuk, maar ik moet nog wel even 2 weken zeuren om geld. Snap je? Ja. Ja, wat wou ik zeggen? Nou, eerst maar eens nog even kijken en dan gaan we zo naar binnen toe. Ik heb wel een paar dingen. Deze kozijn inderdaad, harm boven. Beneden, kozijn in onze dinges. Ja, zeker. Bij de voordeur, die regenpijp, die afvoer, die is helemaal doorzakt. De garage, ik weet niet of Harm die gezien heeft, maar die moet ook... De garage heb gezien. Ik ben in de garage worden, want voor mij, die schuifdeur, die krijg je haast niet omhoog, denk ik. Nee. Die moet ook vervangen. Vanaf daar. Die rolluik. De garagedeur, ja, maar die heb je bijna niet nodig. Dus nee, eventueel tot in de winter of zo, dat ik die auto's hier binnen zet. Dat zegt hij ook. Hij zegt, die woners hadden zoveel plannen met die garage. Mm-hmm. En oh joh, nou, hij is gekomen met het hele huis. Ja, precies. Plannen met het huis. Kerstverlichting hangt dan. Een hele bar en alles. Nee, kerstverlichting hangt dan. Ja. Oud vies bankstel ook. Ja, hier heb je die favoriete PC van je. Wij kunnen op vrijdagavond hier kunnen we suiker. Ja, precies. Een buurmanje uitnodigen. Ja. Nou, je buiten wc heb je ook op. Ja, precies. Dus om te kotsen, hè. Om te barven. Kijk eens. Je hebt zo'n grasmachine. Heb je grasmachine? Oh, nee, dat is een veemachine, man. Dit is veemachine. Ja.
Voor de blauwe. Kruiselruimte. Ja. Hobbyruimte. Nou, dat is mooi. Dat gaat hij waarschijnlijk allemaal meenemen, of niet? De machines, dat is wel de intentie. Lekker die. Ja, even wachten. Ja, het gaat alleen nog maar even moeten gemaakt. Nou, de bladblazen en de houthak dingen, mag die bij mij staan. Oh ja, dat ja. En die mag ze ook laten zo. Ja, want die zal die zien. Oh ja. Die is een nieuwe tuin wel nodig hebben, denk ik. En deze ook wel. Dus we gaan dan met de bodem even overleggen wat hij mee moet nemen en wat hij moet maken. Ja. Maar dan even kijken hier zo, deze kant. Alles wat ze willen laten staan. Ja? Een hele kaarsje. Ja, dat maakt zo niet uit. Dat is toch niet zo raar. Nee, maar dan moet je zorgen dat hij wat dicht gemaakt wordt. Ja. Oh ja, dat zit in. Ja. Maar dat zit in de garage ook, heb je dat gezien? Ja. Je kan naar Elmer binnen vliegen. Nou, daarom zegt hij ook, die moet allemaal daar, moet dat gewonnen worden. Ja. Wat dacht je van... Je hebt hier twee percelen. Dit ja. Perceel en hiernaast. Hiernaast de rust, recht van overpas. Ja, ja, ja. Ja, weet je. Maar om eerlijk te zeggen, we hadden zijn buurman al gesproken toen hij er net nog niet was. De buurvrouw die komt toevallig ook naar buiten lopen, die nieuwe bewoners. Nou, ja. Misschien. Hopen we. We hebben de buur al gesproken, maar... we weten hoe ver ik. Je weet hoe ver. Ja. En ja. Volgens de buurman staat het groene schuurtje meter, anderhalve meter op zijn perceel. Maar ik vind het prima. Volgens mij niet, hè? Nou, dat zal niet zo zijn. Dat zal dan een centimeter of 20-30 zijn. Ja, daar heb ik geen probleem mee, zei hij. Nee, dat is geen probleem. Heb jij de sleutel van dat ding? Ja. Niemand weet wat erin zit. Oh, niet veel. Nou ja. Ik weet überhaupt kansen of je er wat. Hoe ruim het binnen is. Dat voelt me af. Ja, beter dan dat ik hier met de hand moet. Als het zover is. Maaien. Kijk eens. Paddenstoelen. Paddenstoelen. Oh, maar dit. Er zit aan de achterkant van het huisje. Moet ik even omheen lopen. Er zit een moestuin. Echt nog een stoeter. Nou ja, hier heb je de maaier. Zit maaier erop. Ja, zelfs nog. Dat hij wel meenemen, denk ik. Ook nog een heleboel maaiers. Oh, dat is ook een manier. Als je maaier hebt, dan koop je gewoon een nieuwe. Ja. Scooter. Als de benzine al is. Ja, ja, precies. Als de asbak vol is. Als de asbak vol is, dan. Ja, nee, joh, helemaal prima. Ja, hi. Zullen we nog dakpannen? Oh ja. Nou, prima toch. Helemaal goed.